Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. En ik denk, ja, weer die trui. Ja, weer die trui. Ik wilde er gewoon even een paar filmpjes opnemen. Ik had daar zo zin in. Dus ik dacht, Connie, kom, laat ik het even doen. Dus ik heb er al twee opgenomen. Dus ik ga nu even laten zien wat mijn make-up, welke make-up ik nu gebruik. En als ik dat niet meer gebruik, dan gaat het weg. Dus laat ik zeggen, ik laat zien wat ik gebruik. Ik laat ook gelijk zien wat ik opruim. 2 in 1. Dus laat ik nou deze bak beginnen. Er zit al niet veel meer in. Er zit echt niet veel meer in, hoor. Ik heb een hoop opgeruimd. Laat ik beginnen. Nou, hier. Kiko. Super mooi. Wacht even, ik zal even extra een lampje erbij. Zo. Deze is een beetje bruin grijze tinten. Die gaat niet weg. Die leg ik lekker in mijn stash. Want die gebruik ik wel. Deze heb ik pas gebruikt. Ook van Kiko. Kunnen jullie zien? Dus die. Dan heb ik er nog een van Kiko. Ja, het zijn heftige kleuren, maar ik gebruik alleen de rustige kleuren tegenwoordig. En dan heb ik nog een blush glow. Die heb ik nog niet gebruikt, geloof ik. Die wil ik nog wel een kans geven. Ja, deze gaat niet weg. Die gebruik ik bijna altijd. Dat is die van Cheek Lover Oil Influx van Catrice. Deze, dus die blijft ook. Dit is een highlighter van NYX. Ja, die heb ik al een keer gebruikt, kijk. Je ziet het haast niet. Dat is die. Die blijft er ook in. Deze van Catrice. Die blijft er ook in. Deze. Die vind ik nog wel heel mooi. Nou, hier heb ik een aantal backups van. Ik heb er al een keer één laten vallen. Uit mijn handen. Dus het blijkt dat ik backups heb. Dat zijn die van W7. Die lijken heel erg van Charlotte Tilbury, dus. Jee, Connie. Het oude wenkbrauwzetje nog van Catrice. Er zit al een aardige deuk in. Dus, top deze. En dit is gewoon foundation mineraal. En die is nog niet op, dus ook wel heel zuinig. Dus, die dingen. Dus die blijven lekker in mijn stash zitten nu. Die laag gaat er in. Dan heb ik hier zo. Dit laadje. Deze mascara van Essence. Top. Deze is bijna op. Zoals je ziet. Ik doe het niet met mijn vinger. Ik doe het met een kwastje. Deze gebruik ik altijd om mijn oogschaduw te zetten. Ik doe niet naast. Echt top dingetje. Wat ook een top dingetje is, is deze finishing powder. Die gebruik ik ook gewoon om mijn oogschaduw of mijn primer oogschaduw te zetten. Daar is die ook top voor. Daar gebruik ik dit mini sponsje voor. Haha. Die is nog van de Action. Die zat bij een kwast. En ik heb hier een van Essence. Een wenkbrauwpotlood. Een hele dunne. Top ding. En hier een oogpotlood. Deze is wel goed. Dus die blijft er ook in. En wat ik ook top vind. Dat is deze van Catrice. Ik hoop dat ze hem er nooit uithalen. Want
Mijn wenkbrauwen blijven perfect zitten erdoor. Ik kan eigenlijk het wenkbrauwenkindje daaruit. En dan kan die hierbij. Dus die gaat hierbij. Dit is nog een primer en dit is nog een primer. Dus ik heb nog primers in voorraad. Dit is ook nog van mijn wenkbrauwen. Beetje met een kleurtje als ik geen zin heb. Dan heb ik toch een beetje kleur. Nou, hier wat. Dan heb ik die van mijn wenkbrauwen. Deze van al mijn wimpers. Nou, ik denk dat er heel weinig weg gaat. Ik heb al heel veel weggedaan. En dat kan je zien bij Leef of Leef. Oké, dit bakje. Nou ja, heel simpel. Wat ik hiervan gebruik, gebruik ik. Die had ik even bij elkaar gedaan, omdat ik hier ook nog potloodjes heb die bij de kleur horen. Dus deze twee van NYX, die passen heel goed bij elkaar. Het is een leuke kleur. Deze ook. Deze en deze passen heel goed bij elkaar. En dit is een matte. Kan je ook zien. Mat. Perfect. Die blijft heel lang zitten. Dat is een topkleur. En dit is nummer 403. Die moet je hebben. En dan heb je ook het potloodje ervan. Ja, dan heb ik deze van NYX. Hier staat een naam op. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen lezen. Dus die blijft ook. Deze mini blijft ook. Het is echt een mini. Het is bijna zo groot als mijn pink. Kijk maar. Zie? Dus die blijft ook. Deze van NYX blijft ook. Deze blijft. Want dat vind ik een mooie kleur rood. Lip van NYX mat lip cream, die twee, en dan heb ik nog een aantal lipsticks minis, deze rode, deze hele gewaagde matte rouge, heel donkerrood. Sorry, ik ben helemaal niet te zien. Zo. En dan heb ik nog iets van een oud roze bruinachtig. Is ook perfect. En deze. Dat is een perfecte nude kleur. Dus. Dit blijven allemaal. Nou, dan waren we er doorheen. Dat is momenteel wat ik nu in gebruik heb. Ik zou zeggen, een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. En een